terug op de wetering. Allemaal een goed en gezond 2012 toegewenst. Zowel zakelijk als privé. Dat het allemaal voor de wind, weer voor de wind mag gaan. Ik geef graag het woord aan Gerda. Dames en heren, sponsoren en genodigden. Welkom op ons standbordbuffet, editie 2012. Ben ik goed te horen? Ja? Bijzonder woord van welkom. Nou, dat was voor Jan van Hals geweest en Eddie van der Leij, die zijn onderweg. Maar Cor Hensen, hun begeleider, is er al. Hun begeleider heeft geregeld dat ze hier komen spreken. Ik zie hem even niet. Maar in ieder geval alvast van harte welkom voor deze heren. Nou, normaal gesproken zou Willem van der Haar hier zijn voor de nieuwjaarstoespraak. Ik moet hem excuseren, want hij is met zijn vrouw vandaag vertrokken naar New York vanwege hun 40-jarig huwelijksviering. Dus toen kwamen ze bij mij terecht om de nieuwjaarstoespraak te doen. Dus kom toch in Meulen, wens jullie allen een gelukkig, succesvol, natuurlijk en sportief, maar vooral gezond 2012 toe. Doe maar even een proostje. Terugkijken op 2011 kunnen we niks anders dan concluderen dat het een fantastisch jaar is geweest voor Sportclub Genemuiden. De organisatie in onze club staat als een huis. Bestuur, vele commissies en nog veel meer vrijwilligers zorgen ervoor dat onze club ontzettend goed draait, financieel gezond is en een middelpunt van de samenleving in Genemuiden mag zijn. We zijn in 2011 door de KNVB uitgeroepen tot top amateurvereniging. Dit houdt in dat wij toonaangevend zijn van de regio en de kleinere clubs hier in de regio bij ons terecht kunnen met hun vragen en plannen voor advies. Voor mij komt er mijn jaloezie van Zwartsluis zijde. We zijn zelfs via een recent landelijk onderzoek, of een poll via internet, uitgeroepen tot beste topklasse van Nederland. In veel gelederen van voetballend Nederland wordt er met respect gesproken over het voetbalbolwerk dat Sportclub Genemuiden heet. Onze jeugdafdeling is in 2011 bereikt met het starten van de Rabobank voetbalschool. Jeugdleden krijgen hierbij de kans om extra specialistische trainingen te volgen. En onze bijzondere talenten worden hierbij in meerdere facetten begeleid en getraind met het uiteindelijk doel natuurlijk als speler ons eerste elftal te bereiken. Onze sponscommissie heeft het afgelopen jaar ook ontzettend veel goed werk geleverd. Dankzij hun inspanningen en jullie support als gewaardeerde sponsors is het mogelijk geweest in deze moeilijke economische tijden het sponsorbudget zelfs uit te breiden. Ik wil de commissie onder leiding van Henk de Lange en jullie als sponsors hiervoor hartelijk bedanken. Bij een goed sponsorbeleid wordt ook het creëren van netwerkmogelijkheden en het organiseren van sponsoruitjes en bijeenkomsten. Afgelopen jaar zijn er diverse vrijdagmiddagborrels geweest, een penaltybokaal voor de sponsors, een Ladies Day naar Maastricht voor de vrouwen van de sponsors, een hockey sponsordag, heel leuk om mee te maken, georganiseerd door de Rabobank. We zagen tafels en stoelen vliegen bij een bezoek aan Twente Fulham met de diamantsponsors. Hiervoor hebben we de grootsfabrieken nog bezocht en niet te vergeten ons bezoek aan Hongarije met de topgroep. Het waren een prachtige paar dagen in Boedapest. Eén is de nadeel, nou Team Breman is er niet. Ik wil eigenlijk afspreken met jullie allemaal. Vraag even aan Team waarom er geen plantenbakken geplaatst mogen worden op het terrein van Sportclub. Als wij dit allemaal doen, dan zou je allemaal te horen krijgen, het team had ontzettend last op de Segway om plantenbakken te ontwijken in Boedapest. Dus laten we het zo afspreken, iedereen vraagt dat ermee. Dan komen we bij het vlaggenschip van Sportclub Genemuiden, onze eerste elftal. Eerste jaar in de topklasse. Nou, ik praat dus over januari 2011. De eerste helft van het seizoen was ontzettend geslaagd. En we gingen allemaal met hoge verwachtingen in de tweede helft van het seizoen in. Na een mindere periode, mindere reeks wedstrijden, hebben we uiteindelijk het eerste seizoen topklasse afgesloten met een zeer verdienstelijke 7e plaats. Dit met een beleid dat uniek is voor in de topklasse. Maar niet alleen in de topklasse, ook de hoofdklasse, eerste en tweede klasse. Ons beleid, regelmatig verschijnen in 7, 8,
soms nog wel meer Kellenmuggers in de basis op het hoogste amateurniveau van Nederland. Dit is iets waar we ontzettend trots op mogen zijn en vooral moeten blijven waarborgen. Absoluut het hoogtepunt in 2011 beleefden wij in de KNVB-beker. In januari speelden wij thuis tegen Groningen. Door de inzet van vele vrijwilligers en ook sponsors is dit promotie geworden voor onze sportclub Geenemeuren. Een VIP-tent met maar liefst ruimte voor 600 mensen, werd door velen van jullie bezocht. En ons eerste elftal kwam heel dicht bij een geweldige stunt. De loting voor de beker van dit seizoen koppelde ons aan FC Twente in de Grootsbeste. Wat een happening, wat een bussen, wat een wedstrijd, wat een kippenvel. 2500 man uit Geenemuiden geloofden erin. Helaas net niet gelukt, 4-3 verloren. Maar weer stond voetbalbolwerk sportclub Geenemuiden op de kaart. Ik heb Jan Pol, onze gedreven cameraman, gevraagd een korte impressie te maken van deze twee bijzondere wedstrijden. Ik wil graag nog aan jullie laten zien. Voor de mensen die geen plekje misschien hebben gevonden. Maar goed, we hebben een hele grote groep als sponsoren en je zult de faciliteiten moeten bieden. En voor ons is natuurlijk deze wedstrijd een uitgelezen kans om marketingtechnisch hier wat mee te doen. En dan moet je niet wachten op de uitslag, nee, dan moet je met elkaar feest maken. En hoe meer sponsors je kunt betrekken bij ons product, wat wij geweldig zijn, waar wij goed in zijn. Met ons samen en met ons imago, ik denk dat het goed is, ja. Ze hopen hier dus allemaal dat de band te halen van tegen FC Groningen. Het sportpark hier, het is helemaal volgeworden, bommetje vol. En iedereen heeft er zin in om te vormen in die wedstrijd tegen FC Groningen. Geen maar de tegen FC Groningen. Ja, nog een minuutje of 20, we gaan hier goed worden. Is dit de krent in de pap? Ja, absoluut. Als amateurclub natuurlijk zeker. Je ziet het heel stadje loopt uit. En het is geweldig om dit mee te maken, weet je. Nog een kleine 7 minuten, dan is de aftrap tussen Geenemuiden en FC Groningen. En die sfeer daar in Geenemuiden, die ziet er echt heel erg goed uit. Enthousiast en heel optimistisch natuurlijk over hun ploeg. En deze mensen ziet er heel anders uit. Geenemuiden. Bij de helft, ik weet niet wat er wacht. Van FC Groningen indraaien in de bal. Pedersen, terugleggen aan die hele goede goal. Hele goede goal zelfs. En de Vossen en vlak voor rust staat Groningen op een 2-1 voorsprong. In de 60e minuut, bal verdwijnt langs alles en iedereen en vliegt erin. Riemens, twee man erbij, Riemens. Pasleden waren bij Twente Fulham en er hangt een poster in de winkel, in Twente winkel. 30
30.000 truckers in het stadion. Toevallig tegen Sport Club Peenemuiden. Sindsdien is die niet meer uitverkocht geweest. Vooruitkijkend naar 2012 kan ik zeggen dat Sport Club zich vooral aan het doorontwikkelen is. Technische beleidsplannen voor jeugd, beloften en senioren worden bijgeschaafd om aan onze ambities te kunnen voldoen en ons beleid te kunnen doorvoeren. Ons ledenaantal is inmiddels gegroeid tot boven de 1150 man. En dit vereist steeds meer van onze accommodatie. In 2010 hadden we al recht op een zesde veld, maar nu in 2012 is deze nog steeds niet. We waren al uit ons jasje gegroeid, maar dreigen uit ons shirtje te groeien. Inmiddels is duidelijk dat de manege blijft waar hij staat. Dus er zal geen veld tussen Sportclub en de manege komen. Hopelijk komt er in 2012 duidelijkheid, want dit is prioriteit nummer 1 voor Sportclub. Inmiddels zijn er ook twee werkgroepen, een bouwkundige en een financiële, in het leven geroepen om de bouw van een nieuwe tribune aan exponsorruimte te onderzoeken, voorbereiden en uit te voeren. Onze huidige tribune dateert uit 1985 en onze sponsorruimte is gezien het stijgende aantal sponsors eigenlijk al te klein. Wij zien als doelstelling alle sponsors een gezellige zaterdagmiddag te kunnen bezorgen, maar ook voldoende netwerkmogelijkheden te bieden. En hier zou een nieuwe sponsorruimte boven een nieuwe tribune fantastisch voor zijn. Ik kan u ook melden dat topklassers zich inmiddels verenigd hebben in een coöperatie om de belangen van de topklassers te behartigen. Het nieuwe slogan voor de topklasse wordt ons voetbal. Een sponsor is nog niet bekend, maar de slogan ons voetbal laat weinig te raden over. Qua sponsoring zullen we ons beleid ook verder doorvoeren. We vragen jullie collega-ondernemers warm te maken voor Sportclub Peenemuiden. Neem potentieel sponsors mee naar een wedstrijd. Nieuwe sponsors zijn altijd welkom. En ik zeg altijd, als je met het groen-witte virus eenmaal aangestoken bent, dan kom je er heel moeilijk vanaf. Waar de sponsorcommissie nog wel eens een keer mee worstelt, zijn de netwerkbijeenkomsten tussen de grotere bijeenkomsten door. Zoals de sponsorbuffet, sponsordag enzovoort, dat trekt altijd wel heel veel sponsors. De vrijdagmiddagborrels, of hoe je het ook wil noemen, de penaltybokaal. Het is altijd uitkijken naar hoeveel mensen komen er. En op het algemeen valt de opkomst wat tegen. Noteer ook alvast 12 april, dat is de Ladies Day. Ik heb het genoegen deze te mogen organiseren. En ik denk dat we dit jaar met de dames naar Amsterdam gaan. Ladies Day, noteer ook alvast 11 mei. 11 mei organiseert onze hoofdsponsor Breeman de sponsordag. En ook zijn we druk bezig om een buitenlands reisje te organiseren voor de topgroep. Het is wellicht kort dag. Vanmiddag is contact met Manchester geweest. 23 februari moet Ajax uit naar Manchester United. Volgende week horen we daar eventueel meer van of dit een mogelijkheid is. Maar dat noteren we maar vast met potlood. Voor wat betreft ons eerste elftal gaat het dit seizoen tot nu toe voortvarend. We zijn in de winterstop ingegaan op een prachtige vierde plek. 21 januari hervatten wij het seizoen uit in Rijnsburg. Een ploeg die 3 punten boven ons staat. Verder krijgen we Spakenburg en GVVW hier om thuis tegen te voetballen. Nou, ik kan u verzekeren, er is geen één ploeg in de topklasse die graag hier komt voetballen. Er broeit iets, er leeft iets in de spelersgroep. Bij de S-side, alle supporters, vrijwilligers en zelfs sponsors. Er kan zomaar iets moois gebeuren in Peenemuiden dit seizoen. Laten we onze club steunen en blijven steunen. Kom regelmatig als sponsor bij de wedstrijden voor een mooie zaterdagmiddag en hopelijk 3 punten. Wie weet staan we dan 12 mei 2012, nadat wij Harkema helemaal van de mat hebben gespeeld, gebroedelijk op het Havenplein het kampioenschap van de zaterdag topklasse te vieren. Beste sponsors, dank voor jullie blijvende steun aan onze prachtige vereniging en ik hoop veel van jullie de komende tijd de categorie wellicht te gaan vertellen. Jan van Hals, hij begon zijn carrière als profvoetballer in 1988 bij FC Utrecht en 15 jaar later in 2003 eindigde de profcarrière.
speelde de meeste wedstrijden bij FC Twente. En ik zat vanmiddag even op internet te kijken hoeveel wedstrijden dat waren en daar mijn mening wat gedeeld over. 224 of 223? Geen idee. Nou, wellicht komen we er nog achter. De meeste wedstrijden bij FC Twente en tot december vorig jaar ook werkzaam bij FC Twente als algemeen directeur. Eerst algemeen directeur en later als manager algemene zaken. Geregeld op televisie te zien en ik begreep dat op korte termijn zul je je kennis en know-how bij FC Utrecht gaan brengen. In februari begreep ik dat je daar gaat beginnen. Jan van Hals en onze tweede spreker. Ja. Voor wie is hij allemaal bekend? Eddie van der Leijzen. Ja, omdat ik net verteld heb. Eddie van der Leijzen, eigen zaak, media, bedrijf. Journalist en in het kader, of in dat kader eigenlijk heel veel schrijvend over voetbal. Dames en heren, graag een hartelijk applaus. Ja, dankjewel voor de mooie inleiding. Ik moet ook een beetje gaan kijken hoe het geluid het beste overkomt naar u. Want dat is heel belangrijk vanavond, dat geluid. Dit is beter, hè? Ja. Beetje afstand. Nee, we zijn uitermate vereerd dat we hier bij Sportclub Gele Muiden zijn. Wat gaan we doen vanavond? We gaan een 1-2'tje. Ik ga een 1-2'tje met Jan doen. Verbaal 1-2'tje over allerlei ontwikkelingen in de voetballerij. En die zijn er nogal geweest. Vooral de afgelopen week. Daarover zo meer. Wat ik ook belangrijk vind op zo'n avond is, we zijn hier niet voor niks. Jan van Hals is hier slechts één keer in het jaar. En misschien maar één keer in een hele lange periode. Dus ik geef jullie straks ook de kans als publiek om vragen aan hem te stellen. Dus ik zal aan het einde van dit intermezzo ook het publiek inlopen. En dan kunt u aangeven of u vragen heeft voor Jan. En dat zal zich vanzelf voltrekken straks. En dan heb ik nog het klapstuk van de veiling straks. Aan het eind van deze avond. Dat is namelijk de prognose. De prognose die het Jan gaat ontlokken. Dat is de prognose in zaken de wedstrijd Rijnsburgse Boys Genemuiden. Over 2,5 week. Bij de hervatting van de topklasse, want jullie doen het uitstekend met de vierde plek. En volgens mij, ik heb net even wat mensen gesproken, we zijn hier bij die prachtig mooie club, vierde plaats in de topklasse bij de zaterdag amateurs. Maar die club is, ja, ik mag het misschien niet hardop zeggen, eigenlijk een beetje verantwoordelijk geweest voor het grootste nieuws deze week in de voetballerij, het ontslag van Co Adriaanse, want dat is ergens begonnen, dat proces. Was dat niet die betere wedstrijd in de grondvest? Ik ben vooruitgestuurd om jullie tot orde te komen roepen. Nee, maar ja, we zaten op de weg hier naartoe en toen zei hij inderdaad, ja, toen begonnen eigenlijk ook eerst scheurtjes. En die avond, hè? Die avond. Ja. Ik moet ook zeggen, ik was ook in het stadion toen en ik was echt heel erg verrast hoe sowieso over de hele entourage van Afval, hoe dat hier leefde, dat kregen wij ook mee. Bussen vol en er was een enorme sfeer in het stadion. Maar mensen, stel je een beetje bescheiden op, weet je, als je bij FC Twente komt. Je moet je voorstellen, die club die denkt van nou ja, we zijn hartstikke groot geworden en nou, er komt een amateurclub, hartstikke leuk, we hebben allemaal acties, dus 30.000 tukkers. Maar acteer dan ook een beetje zo op het veld. Maar ik net Leroy Ver gehaald, 5,5 miljoen euro. Volgens mij, ik weet niet hoe die middenvelder heet, maar die liep constant weg bij hem. Die scoorde ook nog. Wie was dat? Lip. Ja. En die Langjouw ook, hè? Ongelooflijk. Die dacht ook van, ja, ik ben er toch, laat ik dan maar wat laten zien. Ja, Eddie, Jan, bedankt voor degene die je naar voren had gebracht. Bedankt voor jullie woorden. Wij laten onze gastsprekers met collega Han naar huis gaan. En jullie vertelden al dat jullie al door Gele Muiden hebben gereden, of diverse delen van Gele Muiden gezien hebben. En ja, ik kan me voorstellen dat jullie af en toe s'nachts nog weer wakker schrikken. En dat in 2-1 op het scorebord zien staan, hè? Dat Gele Muiden voorkwam. We hebben bloemen. Maar we hebben ook iets anders, wat niet zo pakken. Een aandenken. Een aandenken voor elk moment dat jullie thuiskomen.
aanspreek op Gene Muiden. En dat mag uiteraard. Dankjewel. Willem. Dames en heren, we hebben vandaag Jan van Halst en Eddy van der Leij op bezoek gehad hier bij Sportclub Geenemuiden via Combo Sport, via Cor Hensen. Het is een fantastische avond geweest met meer dan 100 sponsors. Hebben genoten van het verhaal van Jan en Eddy. Bedankt Cor voor het regelen en we zien je graag terugkomen bij Sportclub Geenemuiden. EK voetbal in Polen en de Oekraïne werpt zijn schaduw vooruit. En dat betekent ook dat wij met speakers online het land intrekken om in businessclubs of in kantines, bij voetbalclubs, bij organisaties, bij bedrijven een forum op te zetten. Een EK-forum. Dat betekent dat we met allerlei personalities aan tafel zitten om de wedstrijden te bespreken, voor te beschouwen, na te beschouwen, tijdens de wedstrijd eventueel dingen te bespreken. Dat doen we op de manier zoals dat op tv ook gebeurt, bij bijvoorbeeld Studio Voetbal of bij Voetbal International. Ik doe de presentatie en we hebben verschillende toppers aan mijn zijde. En daarmee gaan we het EK opfleuren in uw regio. Dat doen we allemaal met Cor Hensen, dat is de organisator. Het is een plezier om met Cor samen te werken. Dus ik zou zeggen, boeken, doen!